Ik had een uh, DNA-test la DNA laten doen. Omdat er toch wel van alles met me gebeurt. Ik uh, overal vragen over heb. En hoe uh, met al dat mediteren en echt dat, het... Ja, bijna terug naar het kind zijn, bij wijze van spreken. Ook de herinneringen die daaraan hangen. Echt alsof... Uh... Ja, ik moet gewoon ophelderingen met dingen weten. Maar uh, er worden grappen gemaakt. Ik ben een uh, kind van de tuinman of van de melkboer. Tegelijkertijd zijn dingen niet wel. Maar ik had echt uh, op internet gekeken. Waar ga ik dan uh, mijn DNA-test laten doen? Dus de, de top 10. En op die sites even gekeken. Daar ben ik zoeken in hun database. Voor zover dat kan. Als je nog geen lid bent. En er waren echt, uh, uh, ik denk wel meer dan 50.000 Wilkies. En al die foto's waar ik op klikte, leek niet echt op uh, hoe, hoe mijn ooms of mijn vaders aan de Wilkiekant en alles eruit zien. Maar ik had wel mijn herentage, dat kwam echt het dichtst Moet jij weer naar buiten? Uiteindelijk dus uh, bij uh, mij, Erin, dat DNA-test gedaan. 47 euro, 12 euro cent kosten en 2 euro postzegel om het terug te sturen. En het DNA komt terug: 47,5% Iers, Schots en Wales. 46,8% Scandinavisch en 5,7% Engels. Ik denk, hé, hey, dat Schots, dat Wales, de uh, Wilkie. Maar uh, bij DNA-matches geen één wilkie. Uh, 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 nog maar een keertje bij uh, op die site kijken. Er staan echt zoveel wilkies. <laughs> Ze hebben zelfs hele rapporten van uh, rechtszaken, wat met wilkies te maken hebt en noem maar op. Het is echt zoveel om daar allemaal doorheen te bladeren. En dat, dat wat ik doorheen heb gebladerd, ja, dat is het gewoon niet. Maar ook, ja, een heleboel Nederlanders, die hebben iets Scandinavisch in hun DNA. Maar ik heb niks Nederlands in mijn DNA. En als ik dan naar uh, mijn matches ga, dan ja, nul naaste familieleden. Mensen moeten natuurlijk wel een DNA-test gedaan hebben. Zo verderop heb ik wel 7 verre familie. En 7389 verre familieleden. Ja, dan kijk ik dan naar die uh, 7 familie, dan heb ik er eentje. Het dichtst wat in het dichtst bij in de buurt komt, kwam het DNA. is iemand met 4,3 procent. En. Is niet een wilkie, is niet een van diepe. Van diepe is trouwens ook echt bekend in Nederland. zijn er vet veel, is een hele stamboom, weet ik het allemaal over. Dus zijn Nederlanders. Ik heb niks Nederlands in mijn DNA. Het dichtstbij wat dan komt, is niet de van diepe, maar de, de getrouwde kant daarvan, de Bibo. En als ik bij, ja, er zijn weinig mensen die een foto erbij doen. Maar Deze zeven is uh, wonen in Nederland of uh, in het Verenigd Koninkrijk. Of uh, in de Verenigde Staten. Maar foto's die ik wel zie, ja, lijkt echt niks op wilkies. Dus dit is echt gewoon de bibokant, bij wijze van spreken. Dus ik heb gewoon echt niks Nederlands in mijn in, in DNA. En het uh, Iers, Schots, Wels, Engels. Ja, daar zit gewoon geen, uh, geen wilkie of zo zitten tussen. Dus eigenlijk het enige waar ik verder mee kom. En het is ook echt uh, de overeenkomst, de Verenigde Staten, 2239. <coughs> Verenigd Koninkrijk 840, Australië 276, Duitsland 261, Canada, Frankrijk, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Zweden, Noorwegen, Ierland, Zwitserland, Finland, België. Ja, daarna gaan we komen, Oostenrijk 11. En de rest is er allemaal uh, onder. Uh, Thailand, Polen, Singapore 2. Griekenland 2, Hongkong 2, Roemenië, Jamaica eentje, Litouwen 1, ik noem er een paar op. Hè? Want Japan, Peru, Vietnam, Suriname. Maar er, is, er zit niet een, een Schotland tussen of zo. En natuurlijk, misschien rekenen ze dat wel als. Het hele Verenigd Koninkrijk, natuurlijk. En ik snap hoor, mensen moeten wel een DNA-test inleveren. Maar voor wat ik hier ook kan zien, dat geen Nederlands in mijn DNA. En het, het kan ook dat geen een van waar ik mee in contact, of wat echt dicht bij familie is, Wilkie. Maar er zijn zoveel. Los van mijn account op hun zij zelf zijn er zoveel Wilkies. Dat echt gewoon lijkt alsof uh, toen mijn ouders een jaar uh, getrouwd waren of net niet. Of net eroverheen. Dat toen mijn moeder gewoon vreemd is gegaan met iemand. En dat dat een uh, Engels iemand is. Al heb ik nog steeds wel uh, met andere verhalen erbij ook. Dat het net lijkt alsof ik ook wel uh... de, uh, de DNA-test uh, laat niet extra dingen zien, maar eigenlijk alleen maar zien uh, ja, wat ik al wist. Maar eh. Uh... 47 euro, plus 12 euro, plus die 2 euro. Als mensen mij ergens een test gaan doen. Dan uh, krijg ik het te zien. Dan komt het dus tussen mijn, met mijn naaste familie, of mijn verre familie, of mijn verre familieleden terecht. Maar het is wel duidelijk, deze site zit vol met wilkies. Maar ik ben met geen een van hun in contact. Ik heb ben geen familie, hun DNA heeft niks met mijn DNA te maken. En zou toch denken dat als ik ook een wilkie was, dat, dat ik net als dat ik met uh, hun allemaal hier al misschien wel een 0,1 of 0,2 procentje DNA overeenkomsten zou moeten hebben. En dat is niet zo. Maar mensen die blijven liegen... Ja, de leugens die komen vanzelf boven tafel, want iedereen gaat vragen stellen. Het is gewoon jammer dat ik ze moet zoeken tussen al die brainfuck. Maar die brainfuck, dat zijn hun karma's. En blijkbaar moet ik ook helpen met de familiekarma oplossen ofzo. Dit ik, ziet eruit alsof het niet alleen om mijn generatie gaat, maar ook om daarvoor. En wie weet hoe diep dit gaat met de gekkigheid die bezig is. Met. Echt dat rituelen, het opoffering, een zwarte schaap, elke familiegeneratie weer. Maar bij herentens, als jij ook een vraag hebt, kan je ze daar een beetje laten beantwoorden. Hoe meer mensen een DNA-test daar al doen, hoe duidelijker de dingen zullen worden. Maar mensen willen niet dat de dingen duidelijker worden. Want ze willen dingen verstoppen. Want als je iets aan het verstoppen bent al heel lang, dan uh, ben je iets steeds erger en erger en erger aan het maken. Dus als dat allemaal boven tafel moet komen, nemen mensen het liever bij hun graf in.